Hey iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering van Fast Food Friday. Je ziet hier misschien al een paar lekkere ingrediënten staan. We maken vandaag hotdog, tosties. Helaas kon ik geen hotdog broodjes vinden, dat zou echt perfect zijn geweest. Maar goed, in plaats daarvan gebruik ik witte puntjes, ook prima. Zorg in ieder geval voor dat je zoiets hebt. Een normaal brood is zo saai. Dekt eigenlijk niet de lading. Maar goed, laten we beginnen. Ik heb hier een paar pannetjes op het vuur staan. Die heb ik ook even nodig. In de bovenste koekenpan ga ik wat halve uiringen bakken. Zodat die alvast lekker zacht zijn. Rauwe uiringen op een hotdog tosti plaatsen is niet zo'n groot succes. Dus die bak ik alvast even aan. En bak de ui gewoon totdat die halve uiringen lekker zacht zijn geworden. Ze mogen best wel een beetje bruin kleuren. Het draagt alleen maar bij aan de smaak. Zorg in ieder geval zeker voor dat ze niet meer rauw zijn. Dan had ik hier ook nog een steelpannetje. Daarin doe ik het klontje boter, want die wil ik namelijk even smelten. Boter heb ik zometeen nodig om de broodjes mee in te kwasten. Dus ik gebruik vast een kwastje om de boter voor de pan te roeren. En als de boter dan helemaal gesmolten is, dan schenk ik hem gewoon weer even terug in het kommetje waarin ik net het blokje had zitten. En daarbij doe ik een beetje knoflook en uipoeder. Nou, dat roeren we natuurlijk even goed door. Dan heb je zometeen een heerlijke aromatische boter waarmee je de broodjes gaat insmeren. Zo. Nou, terwijl de uiringen bakken kunnen wij vast beginnen met het aankleden van de broodjes. We hoeven alleen even te wachten totdat deze zometeen klaar zijn en dan kunnen we ze helemaal afmaken. Ik heb hier behoorlijke knakworsten. Officieel zijn het bokworsten. Maar die vind ik eigenlijk altijd wel heel erg lekker. En omdat ik nu van die kleine broodjes heb, snij ik die worstjes even door de lengte doormidden. Zodat ik ze zometeen naast elkaar kan leggen, die twee helften. En je een iets platter broodje krijgt. En zodat de worst helemaal wordt voorzien van al die lekkere ingrediënten. Geef niet je uiringen even om te scheppen soms, zodat ze niet aanbakken. Dan heb ik natuurlijk die broodjes. Die snij ik even doormidden. Smeer ik één van die twee helften van dat broodje in. Met mayonaise. En dat mag best wel wat mayonaise zijn, want ik vind het altijd wel fijn als ik die saus zometeen kan proeven op de tosties. En de andere helft smeer ik in met een beetje ketchup. Op de onderste helft van de broodjes leg ik vervolgens die door de lengte gehalveerde knakworstjes. En zoals je ziet, nu ik ze door de lengte heb gehalveerd, past het precies op zo'n puntje. Dan is onze ui ook al wel bijna klaar, zoals je ziet. Hij is een stuk zachter geworden, begint een beetje glazig te zien. En hij is zelfs een beetje bruin gekleurd. Dus kookplaat mag uit. Pak ik even een vorkje en daarmee verdeel ik die uiringen over de knakworstjes. Lekker veel ui, of gebruik helemaal geen ui. Natuurlijk wat jij wil, ik ben dol op ui. Dus hoe meer ui er ergens bij zit, hoe lekkerder ik het vaak vind. En een tosti is natuurlijk geen tosti zonder kaas. En voor deze hotdog tosties gebruik ik cheddar. Die heb ik zelf geraspt. Je kunt tegenwoordig in de supermarkt, in ieder geval bij de Albert Heijn, gewoon zo'n blokje cheddar kopen. Die je vervolgens zelf kan raspen. Is veel lekkerder dan die plastic plakjes kaas. Al zou je die hiervoor ook wel kunnen gebruiken. Dus verdeel die cheddar over die gebakken uitjes. En als je dat dan hebt gedaan, mag je de broodjes dichtvouwen. En zorg ervoor dat je het een klein beetje aandrukt, zodat die ingrediënten een beetje tegen elkaar aan worden geplakt. Je hebt natuurlijk die mayonaise gebruikt, die zorgt er wel voor dat de worstjes blijven liggen. En de ketchup bovenop zorgt er dan weer voor dat de uien en de kaas voor nu in ieder geval op zijn plek blijven. Zometeen zorgen natuurlijk die gesmolten kaas ervoor dat alles weer bij elkaar blijft. Maar voor nu wil je dat in ieder geval ook zoveel mogelijk. Even wat bakjes aan de kant. Want we hadden natuurlijk nog die boter. Daarmee smeer ik nu de boven en de onderkant van de broodjes helemaal in. Want ik wil namelijk geen vetstof in de koekenpan gebruiken. Maar echt zorgen dat die broodjes lekker aan elkaar blijven plakken en mooi bruin en krokant worden. Door de boter die ik er nu op smeer. En juist door die uipoeder en die knoflookpoeder die we aan die boter hebben toegevoegd, smaakt dat zometeen echt heel erg lekker. Goed, bovenkant zijn ingesmeerd. Dus dan kan ik de tosties vast met de bovenkant naar beneden in de pan leggen. En daarvoor heb ik een iets grotere koekenpan gepakt. Die zet ik op het vuur en daar doe ik dus geen vetstof in. Want die broodjes leg ik nu omgekeerd
in die koekenpan. En dat is een beetje lastig. Mocht je een contactgril of iets dergelijks hebben, dan kun je ze daar natuurlijk ook onder leggen. Dat is veel makkelijker dan in de koekenpan. En probeer er bij het omdraaien van de broodjes natuurlijk voor te zorgen dat er niet te veel ingrediënten tussen de broodjes vandaan glippen. Hoop, pas precies. Druk de broodjes, als ze in de pan liggen, nog een klein beetje aan. En smeer vervolgens de onderkant van de broodjes, die nu natuurlijk bovenop liggen, ook nog even lekker in met die smaakvolle boter. Wat we nu natuurlijk doen, is net zoals met alle andere tosti's die we ooit maken, is de broodjes lekker bruin en krokant bakken. En die kaas gaat vanzelf een beetje smelten, waardoor al die ingrediënten lekker op elkaar blijven plakken. Heerlijk. En uber guilty. Hou de broodjes aan de onderkant goed in de gaten, want je wil natuurlijk niet dat ze verbranden. Het handige van zo'n vleesstang is dat je de ingrediënten ook nog een klein beetje bij elkaar kan duwen. Mochten ze nou echt er vandoor willen. Als je het idee hebt dat de kaas lekker aan het smelten is en de broodjes aan de onderkant bruin beginnen te worden, dan draai je ze voorzichtig om. En het makkelijkste is toch echt om dat met een tang te doen. En een spatel erbij te houden, zodat je een beetje richting kan geven. En als ik nu... Kijk, je ziet het broodje aan de bovenkant mooi bruin zijn. Je ruikt die boter echt heel erg goed. En als ik er zo met mijn vleestang optik, dan voel ik dat het broodje lekker krokant is. Dus dat is top. Nou, de kaas die druipt er bijna uit. Hier en daar zelfs zie je dat een beetje aangebakken. Dat is natuurlijk het allerlekkerst als je kaas een beetje aanbakt. Nou, dan bak je de onderkant natuurlijk ook nog even lekker krokant en goudbruin. En dan zijn ze klaar. Volgens mij zijn onze tosti's klaar. Dus ik ga ze uit de pan scheppen. Oeh, heerlijk krokant. Leg ze even op een bordje. Ruikt zo lekker dit. Alright. Ik ga er even eentje doormidden snijden. En gaan we proeven. Nou, onze hotdog tosti's zijn klaar. Ik heb er eentje doormidden gesneden en hier op een bordje gelegd. Helemaal krokant zijn mijn tosti's niet meer, want ik heb ze natuurlijk op de foto moeten zetten. En dat is het nadeel van tosti's. Het wordt uiteindelijk wel weer zachter, het brood. Dus ik raad je aan om de tosti's zo snel mogelijk te gaan serveren. Maar goed, ik doe niet kinderachtig. Ik ga hem alsnog proeven. Het ziet er echt heerlijk uit. Echt een vieze, vette, foute Fast Food Friday. Dus ik hoop ook dat het precies zo smaakt. Maar dan niet vies. Oh my god. Nou hoor. Zeker vet en fout. Door die mayonaise, de ketchup, de worst en de ui doet het echt aan een hotdog denken. Maar juist die cheddar die er overheen is gesmolten en dan dat krokante broodje maakt het echt een tosti heel slecht. Maar wel heel erg lekker zo op zijn tijd. Zeker als je een keertje zin hebt in iets anders dan een broodje knakworst. Of een normale tosti. Mash gewoon de twee samen en je hebt dit. Goed, dat was hem weer voor de Fast Food Friday van vandaag. Heb je suggesties voor andere vrijdagrecepten? Dan hoor ik ze heel erg graag. Want ik vind het heel erg leuk om een beetje te experimenteren in de keuken. Verder, bedankt je voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Doeg!